Ruim 6 maanden geleden stond ik ook in deze lift. Toen ging ik op bezoek bij Imke Wiever en toen was nog maar de vraag of ze mee zou doen aan Expeditie Robinson. En nu, 6 maanden later, is het seizoen al in volle gang. En wij mogen samen met haar familie meekijken. Hey! Hallo! Wat leuk dat we mee mogen kijken. Ja, gezellig. De familie is er al. Hoe is het om weer thuis te zijn in de luxe? Ja, het is heel erg luxe als je het vergelijkt met waar we hebben gezeten natuurlijk. En hoe is het om jezelf terug te zien? Ja, raar. Ja? Iedereen die volgt het en die leeft mee en die is zoiets van... En wanneer gebeurt er nou wat en wanneer gaan jullie die BN'ers nou zien? Ja. Ik vind het wel heel leuk om nu mijn familie en mijn vrienden te laten zien. Ja. Want dat, ja, je hebt je eigen ervaring en daar mag je eigenlijk niet over vertellen. De moeder van Imke, Bernadette, heeft 11 jaar geleden meegedaan aan Expeditie Robinson. Hoe zie je nu dat Imke doet? Ja, goed. Ja? Ik ben heel trots op haar, ja. En wat denk je dat Imke in zich heeft dat ze heel ver kan komen? Imke is nuchter en heeft een groot doorzettingsvermogen en is wel sociaal in de groep. Dus ik denk dat ze wel ver komt. Maar we hebben gewoon die koekjes op de aan laten branden tot het kamer. We zijn even aan het kijken naar hoe Imke het doet in Expeditie Robinson. Broertje van Imke, hoe vind je het om haar zo terug te zien? Ze is natuurlijk nog niet zo heel veel in beeld geweest. Maar toch vind ik wel dat ze de Imke is zoals ik haar ken. Ik denk omdat ze juist een beetje nuchter is en niet zoveel haar mening uitspreekt, dat ze er zo kriskras tussendoor gaat. Imke is over het algemeen iemand die heel goed met iedereen kan. Maar als ze zich ergens aan stoort, dan zal ze dat ook wel zeggen uiteindelijk. Ja. En dat vind ik wel mooi om te zien. Dus, en ik denk dat haar wel ver brengt. Ze blijft wel goed bij zichzelf. Nou Imke, de uitzending gezien. Wat vond je ervan? Ja, leuk. Ja? Er gebeurt veel. Ja. Nu krijg je natuurlijk alle reacties van, wat is die? Nou, iedereen vindt van iedereen wat. Maar, en dan is het wel leuk om te horen van, hoe komt dat dan over en hoe heb ik dat beleefd? En ik kan natuurlijk de insights ook een beetje erbij vertellen. Dus dat is wel leuk. En de finale zit het erin? Ja, dat is natuurlijk blijven kijken. Ja. Oké, gaan we doen. Dankjewel dat je hier mag te zijn.